Mensen, tot even kijken deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA Boy 1999. Met vandaag weer een nieuwe Career mode. Vandaag gaan we eigenlijk uh, ja, snel door in ieder geval het seizoen bij Cambuur heen, want we gaan uh, de trans, we gaan uh, wachten tot de tot transperiode in december. We gaan de wedstrijden tot dan simuleren, want ze zijn gewoon te goed voor Cambuur. En we gaan de stap maken naar Bayern München. En daar gaan we de eerste wedstrijden mee spelen voor deze aflevering. Nu dus een paar sowieso wedstrijden nu simuleren. We worden ook nog wel wat hoger, we worden 82 algemeen. En uh, we, uh, we hebben natuurlijk een mooie half jaar gehad hier bij Kambuur. Uh, heel erg, uh, toen we zeker van positie gingen raden, zijn we heel erg vooruit gegaan. Uh, deze, er kwam ook een reactie trouwens van uh, ga naar rechts voor in plaats van links voor, want dan kan je naar binnen toe. Uh, alleen die reactie kwam dus nadat ik deze video had opgenomen. Dus dat is dan één ding wat iets minder is. Oh ja, voorafgaand uh, van deze video, voordat ik het weer vergeet. We uh, hebben ook een Instagram account die ik, uh, die, die ik uh, wel wil uh, promoten. Uh, zij vroeg erom, dus dan kan ik altijd uh, natuurlijk gewoon uh, doen. Ik heb er nooit problemen mee om dat te gaan doen voor mensen. En bij deze doe ik het dan ook. Het is even kijken. Moet ik het even opzoeken. Zo jullie gewoon de dingetjes hier voorbij zien komen. Uh, de Instagram account heet Querer uh, Mode. Querer Mode 21. Careermode mode 09. Zo heet. Uh, zo heet de Instagram-account. En hij is een spelerscreel begonnen bij Borussia Dortmund. En even kijken. De stand. Dat soort dingen. Bewerkt prof. Onze vorm. Uh, talent in aantocht. Um, ja, het is uh, wel uh, redelijk goed. Ja, natuurlijk. Ja, voor, voor het begin. Altijd. Natuurlijk. Altijd verwennen. Ik ik, ik, in het begin moest ik ook even zoeken hoe ik het uh, de weg kon vinden. Uh, op Instagram. Ja, uiteindelijk is het gelukt. Dus Volg hem zeker even. Uh, career Mode 09. En uh, dat zal me uh, enorm uh, helpen. Dus ja. Uh, uh, Kijken of het. Uh, wat is. We gaan natuurlijk allemaal uh, achterkomen. Ook in deze aflevering. We hebben door de wedstrijd. De 1-1. Utrecht tegen Ajax. Daar las ik het goed volgens mij. En is nu dus Ik zit even een beetje te kijken op de Instagram-account. Maar nu gaan we dus door naar de wedstrijd. We zijn bij Bayern München aangekomen. En uh, we gaan de trainingen doen. Ik ga sowieso proberen wel, de trainingen, wel wat trainingen te gaan spelen zometeen. Zometeen voor de volgende aflevering wel wat handig. Uh, maar we zijn ondertussen al nu bij uh, Bayern München dus. En uh, we, zijn, we, hebben rug, we hebben rug nummer 22 gewoon aangehouden hier bij Bayern. En uh, we zijn 82 algemeen ondertussen. Niveau 16 zijn wij nu. In onze eerste wedstrijd staan we niet in de basis. We gaan invallen tegen Frankfurt. Volgens mij. Ja, tegen Frankfurt gaan we invallen op minuut 64. Op een positie. Uh, waar we dus. Het uh, nee, is linksachter. We moeten links voor natuurlijk. Maar goed, het is voor de eerste wedstrijd. Hopen dat het nog gaat veranderen. Hier hebben we wel het bal bezitten. Trouwens, 1-1. Wij proberen natuurlijk gelijk belangrijk te zijn. Maar kan het ook? We zijn op zoek naar de ruimte. Kunnen we die vinden? Dan geven we de bal goed af. En dan komt de kans. Kimmich. En dan de redding uiteindelijk hier van de doelman. Trap. Was de kans gelijk voor een 1-1. Maar helaas blijft het. Uh, of een 1, voor kans voor een 2-1. Maar het blijft 1-1. Wou hier wel weer voor de voeten van ons. Wij schieten van afstand. Schot geblokt. Tweede instantie. Blijft Die voorbij in München. En de bal hier binnen door op, Lewand, op Lewandowski. Maar dan is de redding opnieuw van de doelman. Hoekschop nu weer. Voorbij in München. Komt de bal dan hier goed voor? Voorzitter is er. Sané. Bal weggehaald. Opgevangen door Kimic. Fokker. We schieten van prachtig afstand. En het is 2-1. We schieten de voorsprong binnen. Wat een prachtig doelpunt. Een prachtig schot. Onze eerste doelpunt voor Bayern München. Wat een mooi doelpunt zeg. Het is 2-1. En we zetten onze club op een 2-1 voorsprong. Zo helpen we voor het eerst Bayern München aan een voorsprong. Met een prachtig afstandsschot. En 2-1 dus. Voor Bayern München tegen Frankfurt. En Wesley Fokker... De man die overkwam van Cambuur schiet de bal perfect binnen. En dan staan we dus voor met 2-1. Gaan we kijken of wij nog meer belangrijk kunnen gaan zijn. Het laatste kwartier. We hebben de bal weer goed onderschept. Kunnen we voor onze tweede gaan? Nee, de renning is van trap. We laten ons wel echt zien in deze wedstrijd. Hoekschop is wel weer voorbij in München nu. Hoekschop wordt genomen. Komt niet, niet goed voor. Het is eigenlijk wel de handen van trap. Het laatste kwartier is ingegaan. Bij een 2-1 voorsprong voorbij in München. Wij de man tot nu toe zijn van de winnende. Maar komt er nog een 3-1 aan. Sané om echt de wedstrijd definitief uh, op slot te gooien voor de tegenpartij. Dus worden gedaan dit. Bal aan de voeten van Trap, de handen van Trap zelfs. 10 minuten nog te gaan. 2-1 voor Bayern München. Tegen Frankfurt. En nu is het Frankfurt die bal bezit heeft nu. De laatste 10 minuten van de wedstrijd. En Bayern München weet niet uh, hoe ze de bal terug kunnen krijgen. Volgens nog is het dus nu wel weer Bayern München. Goed gedaan. Goretzka, Sané, Fokker we vragen om de bal, dat is een goede paas kunnen we dan de voorzet geven we kappen terug, de paas komt er dan maar niet dat duurt dan te lang de bal uiteindelijk voor Frankfurt en zo is die aanval dus weer voorbij en nu weer de bal bezit voor Frankfurt de vraag is voor hoe lang bij een uh, voorsprong van 2-1 voorbij München, nog steeds en nog steeds is er niks meer verder gebeurd het is tot nu toe bij die twee loepen te gebleven. Maar de vraag is, blijft dat zo? Of komt er nog een gelijkmaker aan? Dat zou toch wel heel zuur zijn. Als het nog gaat gebeuren, in de laatste minuten van de wedstrijd. Het is wel Frankfurt die de laatste minuten het meeste balbezit heeft. De bal is nu terug naar de keeper, die bal. En nu zijn wij er misschien uit aan de flanken. Kunnen we een paas geven richting een medespeler? Hij gaat uh, daar binnen doorheen. Dan nu de voorzet. Die is redelijk goed van ons. Maar de bal uiteindelijk weggehaald door de doelman. En dan blijft het nog steeds. Dus een 2-1. Ja, maar deze bal ging ook bijna in, zeg. Voor een 3-1. Wissel bij Frankfurt. En de hoekschop voor Bayern München. Nu aan de andere kant van het veld. Kimmich. En de bal weggepeerd. Niet lekker gecontroleerd. Lewandowski. Kimich, goed. Fokker. En de redding voor ons had doel kunnen zijn voor ons. Onze tweede. Komt er nog een rebound? Nee. Misschien hier voor Koertska. Fokker controleert de bal goed op Lewandowski. Sané. Hier ziet kans. Nee, natuurlijk niet. Bal aan van trap. We gaan de laatste minuten in. De laatste officiële minuten tussen Frankfurt en Bayern München. Tot nu toe nog steeds zijn wij de man van het winnende doelpunt. Met de 2-1. Een prachtig afstandsschot. En blijft het dan ook zo? Laten we dat hopen. Hier komt de bal in ieder geval gevaarlijk voor Doan nu. Doan onderschept. En de bal nu wel weer voor uh, Bayern München. Fokker. Nu op snelheid. Ja, we zijn op snelheid. Dan kunnen we daar uh, zeker uh, profijt van maken. Ja, een goede paas meegeven op Sané. Sané. En de kans nu. En het is de 3-1-9. Het is buitenspel. Het had nou, 3-1 moeten zijn. De extra tijd gaat zo meteen in. Bij een 2-1 voorsprong dus voor Bayern München. En de bal valt hier dan voor Fokker. En nu misschien nog een aanval. Misschien wel richting 3-1 Kimmich. Kunnen wij de bal net niet jammer genoeg meekrijgen? En dan zit die extra tijd er ook bijna op. Sterker nog, die extra tijd die zit erop. Wordt nog steeds doorgespeeld. En is nu klaar, denk ik. En dan winnen we met 2-1. Hebben wij de winnende doelpunt mogen maken? Een prachtig afstandsschot. En is het is dus 2-1 geworden voor Bayern München. Onze eerste wedstrijd waar we dus heel goed hebben gespeeld. Tegen Frankfurt. 2-1 geëindigd. Naar de volgende wedstrijd. Is dat gelijk deze aflevering? Of doe ik dat de volgende aflevering? Volgens mij ook deze aflevering. Nee, nee die is tegen Mines. Volgens mij de volgende aflevering. Um, ja, die is voor de volgende aflevering. Ik ga u bedanken voor het kijken naar deze video. Druk op de heb op gedaan. En dan is het uh, inderdaad de volgende aflevering. En zeg ik zo'n tijd als nu. Uh, ja, later. Nee, niet later dus. Ik dacht dat het deze aflevering was. Dat dit de aflevering was. Maar toch hebben we nog de wedstrijd tegen Mines gespeeld. Dat was even mijn fout. Dus we gaan gewoon beginnen aan de wedstrijd. Ik dacht al hè. Maar goed, dat maakt ook helemaal niks uit. We gaan beginnen aan de wedstrijd. We zijn begonnen aan de wedstrijd. En Sané krijgt gelijk een kans voor een doelpunt. Het is ook 1-0. Wat een voorsprong is het. En het is gelijk een vroege voorsprong. Want het is Sané met het doelpunt. En zo is het dus 1-0 voor Bayern München door uh, Sané. Een sterk begin dus voor de ploeg waar wij dus spelen. Fernandes, Kimmich... Fokker, we raken de bal zorg kwijt. Tot nu toe niet een sterk begin. Onze eerste wedstrijd in de basis. 1-0 voor, dat wel. Maar wij zijn tot nu toe niet echt blij geweest. Nu komt de kans nu voor, voor de tegenpartij. Voor Mainz. Kimmich. Lewandowski. Lewandowski. Fokker. De twee spitsen nu voorin. Lewandowski en Fokker. De Duitse, de Pool en de, Nederland, en de Nederlander. De bal raken wij kwijt. Kimic vangt de bal op. Kimich, goed. Fokker, nu weer zelf. Gaan we nu wel zelf voor onze kans. Schot geblokt. Ik ben nog steeds vergeten om hands aan te zetten. Moet ik echt even gaan doen. Ga ik zo eerst wat ze zo te gaan doen na deze video? Dan zou het ergens vrijdag te zien zijn. Want ik heb de video vanmorgen ook al opgenomen. Het is dus een goede paas. Nu kunnen wij eruit komen. Komen we eruit? Nee, dat komen we dus niet langs. Het is niet echt een sterke wedstrijd nu. Onze eerste wedstrijd in de basis. Dat uh, moeten we even aan wennen. Een paar keer. Balbezit, maar ga ik weer elke keer die bal kwijt. En op het moment waar je denkt van ja. Die keer het eigenlijk wel vasthouden. Maar ja, het lukte maar niet. Bal nu voor Minsk. Weer onderschept de vrij. Een andere Nederlander heeft goed mee. op Fokker, nu dan onze kans. We schieten. En we schieten de bal ook maar net naast. Het was de kans voor een 2-0. Maar we krijgen er niet in. Doeltrap voor Mainz. Bijna 20 minuten gespeeld. 1-0. De voorsprong naar vroege doelpunt van Sané. Bal is nu hier voorbij in München. Goed opgevangen door Fokker. En we geven de bal goed mee op Sané. Terug. Ja, de flanken kunnen we ook uh, natuurlijk onze meters maken. Lewandowski. Gaan we terug naar binnen toe. Ja, goed. Fokken. Draaien. Indraaien. Dat deden we ook onze eerste wedstrijd. Maar dit is in de handen van de doelman. Dammen. En dan blijft het dus 1-0. Mainz die wel de bal wel vaak kwijtraakt. Wij moeten oppassen met die uh, onderscheppingen. Hier wel goed gedaan. Kunnen we dan goed meegeven. Ja, de schietkans Lewandowski. En de redding van de doelman. Had het kunnen zijn, hadden wij een assist kunnen leveren in deze wedstrijd. Maar het blijft een 1-0. De hoeksel opnieuw over Bayern München. De hoeksel wordt genomen, weggehaald door de verdediging. Opgevangen hier door Bayern München. Ja, maar wij kunnen niet naar onze medespeler koppen. En zo is het dus nu weer. Mainz, maar niet voor lange duur. Koretska. Worden wij van de bal gezet? Willen we willen de bal natuurlijk zo snel mogelijk terug hebben. En dat gebeurt niet, dat is zorg. Dan is het Mainz nu met het balbezit. En dan komt uh, even kijken. Uh, kunnen we de bal wel onderscheppen? Dan zetten we een tackle in. Hard van achteren. Dat lijkt me niet verstandig. En dan zijn we eruit gestuurd. Hoe kan je een basisdebut zo slecht doen? Rood pakken in je eerste basisdebut. Het oh, is ongelooflijk. We hebben gewoon rood gepakt. En we zijn niet eens blij geweest in deze wedstrijd. Dat is een domper. Een domper van deze aflevering. Een domper van het einde van deze aflevering, dat ook nog. Um, ja, sorry. Sorry, coach. Maar uh, we gaan er zeker weer later op letten. Onze eerste rood gelijk gepakt. We zijn 23 jaar, speler bij Bayern München. Maar goed, uh, we gaan gewoon eigenlijk door die transperiode heen. En onze volgende wedstrijd is de kwartfinale. Tegen. Uh, ja, het staat dus niet in deze bekerwedstrijd. Dus gaan we simuleren. En die verliezen we dan ook nog met 1-0. Zo liggen we dus uit de beker. En gaan we gaan wel door naar de volgende competitiewedstrijd. Um, die is tegen Schalke 04. Staan we wel in de basis? Is voor de volgende aflevering, deze wel. Dan zeg ik nu wel bedankt voor het kijken. Druk op de tijd, gedaan. En zeg ik nu wel, zoals het tijd is als nu. Later!